Welkom bij deze uitleg over de Constant Speed Drive Unit. We zien dat de Constant Speed Drive Unit aangesloten zit op de AGB. Daardoor wordt deze inputas aangedreven. De inputas, rood, zit gekoppeld aan de Disconnect System, groen. Als hij gekoppeld zit, drijft hij het groene tandwiel aan. Via het groene tandwiel en het oranje tandwiel wordt de variabele volume hydrauliek pomp aangedreven. Die levert hydrolyse olie naar de hydrauliek motor. Die wordt daardoor aangedreven. En via de gele en roze tandwielen wordt hier de output shaft aangedreven, die in toertal draait van 24.000 RPM. Op het moment dat hier bijvoorbeeld mijn as wat harder gaat draaien, wordt dat natuurlijk doorgegeven via de groene tandwielen naar de oranje tandwielen. En de variabele pomp, die gaat dan eigenlijk meer olie leveren door het hogere toerental. Dat wordt hier gemeten in het druksysteem. En daardoor wordt hier het verstelmechanisme in werking gezet, waardoor de variabele volume hydrauliek pomp minder olie gaat leveren en de hydrauliek motor hetzelfde toerental blijft draaien. Zo krijg je dus de constant speed. Ik heb hier een temperatuursensor. Ik heb hier een temperatuursensor. Hier, dus olietemperatuur is erg belangrijk, dat mag niet te hoog worden. En ik heb hier een oliedruk switch. Als de oliedruk wegvalt of als de temperatuur te hoog wordt, moet het systeem gedisconnect worden. Dat doe je door de disconnect switch om te halen, waarbij je dus de solenoid bekrachtigt. En daardoor wordt dus het systeem geactiveerd. Je ziet dat hierboven de verbinding verbroken wordt en de rode as is niet meer mechanisch verbonden, zeg maar, met de outputas. De outputas stopt en we hebben geen generator meer.